Welkom, Voetstap in het Veld. En ik zit hier bij Margriet Wenting van Interact in Tiel. Welkom. Dankjewel. De eerste vraag. Hoe ben jij ooit in contact gekomen met opstellingen, met familieopstellingen? Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Dat was, ik denk, 24 jaar geleden, misschien 23. En ik werkte toen al in mijn eigen praktijk. Mijn eigen praktijk bestond al. En ik deed toen ook samen met Wim Wassing, mijn partner, deden wij ook relatiebegeleidingen. En we hadden gewoon zin om zelf weer eens een keer iets inspirerends te doen. En toen zijn we gewoon gaan googelen. Dat deden we toen blijkbaar ook al. En toen vonden we op het internet, vonden we een of andere tweedaagse, een weekend, van ene meneer Hellinger, waar wij nooit van gehoord hadden, in Nijmegen. En die gaf daar een seminar van 2 dagen over liefde en families of iets wat verbindt enzovoort enzovoort. En wij hadden alle twee zoiets van, ja, dat zou interessant kunnen zijn. En nou ja, het was maar 2 dagen, dus je kan je er ook niet een al te grote buil aan vallen. Dus op enig moment hebben we gedacht, gaan we naartoe? En zo is het gekomen. En de eerste keer dat wij daar zaten, had ik echt wel een gevoel van, wat gebeurt hier? Wat is dit? Zijn die mensen misschien van tevoren, net als bij hypnoseshows, misschien ingeseind in een apart kamertje of zo? Maar gaandeweg dat congres was ik daar echt diep, diep door geraakt en onder de indruk van de manier waarop hij werkte. Ja, ja. Magisch bijna. Ja, echt magisch. Ja, echt magisch. Heb je daarna een opleiding gevolgd om het ook zelf te gaan doen? Of? Ja, dus toen was er op dat moment was er nog geen opleiding in Nederland. Die kwamen er kort daarna. Toen kwamen er eigenlijk volgens mij zo ongeveer gelijktijdig 2 opleidingen bij Phoenix, Wiebe Veenbaas. Die werd toen nog gegeven door Klaus Krochowiak, die opleiding. En kort daarna is, of andersom, kort daarvoor is Jan Jacob begonnen met zijn opleiding. En van het Hellinger Instituut inmiddels. En ik ben begonnen bij de opleiding bij Phoenix, bij Klaus. En toen we die hadden afgerond, toen had ik zoiets van, ja, dat is prachtig, dat is geweldig. Maar ja, ik ben zelf altijd van de grondigheid. Ik had heel graag nog meer training gehad. En toen heb ik bij Jan Jacob zijn beginopleiding ook nog een keer gedaan. En voor mij hebben die twee elkaar echt perfect aangevuld. Ze kozen alle twee een totaal andere ingang. En die twee leerlijnen, die waren voor mij echt samen een compleet geheel. Want wat merk je dan? Want ik merk dat intussen ook, nu ik heel veel mensen gesproken heb, iedereen heeft een net andere hoek waarop ze naar familieopstellingen kijken. Je hebt ze allebei gezien. Hoe merk je dat die verschillend waren? Welke stukken pakten ze? Ja, ik moet zeggen, ik heb het natuurlijk over 24 jaar geleden of misschien 22 jaar geleden. En bij beiden was het de eerste opleiding die ze deden. Of nee, bij Jan Jacob de tweede en bij Phoenix de eerste opleiding die zij gaven hierin. Dus ik durf daar eigenlijk nu, anno 2020, geen uitspraak over te doen. Want daarvoor ken ik hun actuele ontwikkelingen dan ook weer te weinig om die twee met elkaar te willen vergelijken. Ja. Ja. En nu heb je je eigen, ja, je hebt een opleidingsinstituut en je begeleidt ook. Hè? Je doet het allebei. Ja. Wat doe je met Interact? Als ik het me zo zou vragen. Nou, we hebben ons eigenlijk gespecialiseerd in traumaverwerking. Dus via het hele werk van het familieopstellingenwerk ben ik langzaam maar zeker in aanraking gekomen met het werk van Frans Roepert. En dat was in een periode dat ik zelf, inmiddels na een aantal jaren werken ook al met de familieopstellingen, ook langzaam maar zeker vragen ging stellen bij sommige gewoontes, bij sommige uitspraken van Hellinger, bij sommige praktijken die ik begeleiders in Nederland zag uitvoeren. En mijzelf vragen stellen of vragen aan een methode stellen is voor mij een onderzoeksmanier. En ik ontmoette eigenlijk in het werk van Frans, ontmoette eigenlijk in hem, zoals hij werkte, iemand die ik vergelijkbare vragen hoorde stellen. En dat had voor mij, ja, wekte mijn interesse. En zodoende ben ik zijn werk gaan volgen, wat destijds nog in een zeer experimenteel stadium was. Maar dat ontwikkelde zich langzaam maar zeker naar een traumaverwerkingsmethode toe. En zo is dat ook op mijn pad gekomen. Ja. En voor mij was dat een zeer, zeer welkome en ook interessante aanvulling op het klassieke familieopstellingenwerk, zoals ik het maar even noem.
En dat is het IOPT, zoals het genoemd wordt, volgens mij. Klopt dat? Inmiddels heet het IOPT, Oké. ja.